mensen van YouTubers en welkom weer in Europa Park Rift. En mijn favoriete tijd van het jaar is aangebroken. Halloween! Iemand. Ja, nee. Ik heb nog nooit een park met Halloween bezocht, maar daar ben ik nu al van zin. Maar we zijn nu in Europa Park en de Main Street ziet er al goed uit en alles. Allemaal pompoenen. Hier was al iets. Kijk hier. Dat was iets van Halloween nu. Ja, is dat iets van drinken of zo? Een speciaal Halloween drankje of zo? Ja, ik kom eigenlijk met marshmallows in, dat kennen we. Volgens mij hebben we dat al gedaan hier. En wat hebben we hier? Ja. Ja. Er was bij Poseidon niet te zien, heb ik. Ah, hier zit de Jungfrau Glitzervlieger, dat is een nieuwe attractie. Dat moet niet eens open. Waarschijnlijk niet, hè, maar. Alhoewel. Dans wel aan. Jawel, nee, wacht eens open. Volgens mij is hem open. Ja, die is open. Ah! Ja, ik krijg het wel zien. Yeah. Oh, speelt. Godverdomme! Oh. Nou, dit gaan we even een knippauze pakken eens. Oh, man. Oké, Jungfrau Glitzervlieger, zo te zien is er geen muziek. Ik hoor in ieder geval niks. Ja, daar gaan we. Wat is het eigenlijk voor iets, man? Dat was een draaimolen, man. Ik zie dat het draait zo rond, dat er. We kunnen het eigenlijk vergelijken met een octopusmolen, maar dan andersom. Ze zien er wel leuke molens uit, al heb ik de echte nog nooit gedaan. Waarom niet, jong? Ik weet niet, ik hou niet van draaimolens. Ja, dit is wel ja, redelijk leuk. Of ook, je kunt het ook vergelijken met een take-up dus right, maar dan hangend. Inderdaad. Misschien moet ik het toch eens doen als ik de volgende keer in de ruimte vraag kom. Als je durft. Je wou je proberen, Jonas, altijd, jongen. Het ziet er een crazy ride uit. Ik ben van geen enkele attractie bang, man. Dat wie wel, jongen. Wel veel. Sommige mensen die durven niet eens in een kinderachtbaan. Oké, mensen, we zien jullie terug naar de reclame. De reclame. Oké, mensen. Wat was er eens? Ja, ze zijn terug thuis, dus laat je kon abonneren. Ik ga alleen naar beneden gaan. Ja. Oké, man, die muziek is luid. Mensen, de theekopjes zijn in het donker tegenwoordig, met Halloween, dus dan gaan we eens zien wat er te zien is. Zo. Nee, zie je, die kopjes die draaien nu. Het enige wat gebeurt is daar particles, maar meer niet. Ik zie die niet, zijn die particles low? Die moeten nog komen. Nu daar zijn ze. Crazy particles met Daniel Gohard! Wat meer dan dat gebeurt er niet, mensen. Ja, dat is iets draaien, dat er misschien zo lichten uitgaan en aan en uitgaan. Ja, enkel die paar bedoel hier. Ja, moes. Waar een lausje? Slecht. Hoezo? Slecht.
Hij is slecht bezig op school. Ja, nu niet eens, hé! Snullen mensen. Twee mensen met elkaar tegen zijn draden, ik ben benieuwd. Oké, dat is wel één nieuw ding, mensen. Dus wees blij. Oh, dat is een bug, Jens, zeggen ze. Oh. Spuitig. Ja, maar we zien dus... Laat het maar zien aan de mensen, hè. Ja, ze zien het nu. Ja, je ziet het. Het is donker hier. Allee, donker. Met zwarte schermen en particles. En ja, volgens mij moeten we dan ook nog draaien. Oké, welkom in Ierland. Ook allemaal... Ja, raap. Allemaal pompoen natuurlijk, maar... De kleine achtbaan Baa Express is dus ook... Dat vind ik hem niet. Dus, daar gaat hij. We gaan die even doen. Ja, het is eigenlijk nog niks Halloween deze video, maar nou, dat zal wel komen, hopelijk. Of raak me wel af hoe dat spookhuis gefixt gaan zijn hier. Even nu, Daniel. Ja, dit is wel echt wel duidelijk de kleinste achtbaan die ik ooit heb gezien. Of die keiverbaan die Wout in België had, maar zelfs die zal ik wel leuker vinden dan deze. Ik heb deze maar overgeslagen toen ik in het Europa-park was laatst, want nou, de volgende keer zal ik die wel even doen. Dat is flink, Jens. Want mentaal ben ik nog niet echt volwassen. Ja, ik ga eigenlijk helemaal jullie voorbij is. We zijn ook nog in het dinges geweest over tijd, jongen, in de Walibi, dus dat is ook een kinderattractie, wat boeit dat, jongen. Ja, de paardenmolen, joh. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel die andere, die achtbaantje. Oh, Fun Pilot. Ja, maar dit is wel echt een heel klein ding, zie. De helft van de achtbaan is de takel. Oké, hier is ze weer, maximaal, yay. Wel een rare naam, Baa Express. Ja, het is Duitsland, jongen, daar zijn ze onduizelen. Oké. Laatste ritje! Nog een tour. Ja, dacht er waar, maar het is nog een derde rit. Het Europa Park ziet er al klaar uit voor Halloween, maar echt, alles is er nog niet. Bij Poseidon heb ik wel iets gezien wat met Traumatica te maken heeft. Dus dat zal het eerste zijn waar ik naar ga kijken als ik nog eens terugkom. Oké, Baa Express. Nog niet veel Halloween deze video, maar dat zal er wel komen hopelijk. Dus hier stoppen we weer, deel 1 van Halloween. Tot de volgende video en ciao. Laters!